ABAP-PL wordt binnenkort een nieuwe politieke organisatie. De politieke partijen ABAP en PL zijn bezig met een traject om deze organisatie leven in te blazen. Partijvoorzitter van de PL, Paul Somaharjo, legde afgelopen zaterdag tijdens een persconferentie uit dat geen van beide partijen opgaat in de andere, maar er sprake is van een geheel nieuwe organisatie genaamd ABAP-PL. Andere partijen hebben zich al klaargemaakt. Je hebt gehoord van A20 en Doe. Je hebt gehoord van HVB, PDO's opgaan in de NDP. Je hebt gehoord van de NDP moet nog besturen vormen morgen. Iedereen is nog bezig, zo ook. Wij, ABAP-PL, zijn ook bezig. Vanaf vorige week zijn we gestart met de onderhandelingen. De onderhandeling is niet opgegaan in de partij. Dat wil zeggen dat PL niet opgaan in ABOP en ABOP omgekeerd niet opgaan in PL. Want de geruchten doen de ronde dat PL zal opgaan in ABOP, maar dat is niet waar. Er is nu een partij opgericht, een nieuwe partij, die heet ABOP-PL. ABOP-PL. Er moet nog invulling gegeven worden. Ja, partijen zijn nu aan het onderhandelen, ABAP-PL, wie gaan zitting nemen in het bestuur. Er is nu een voorlopig bestuur. Somaharjo geeft verder aan dat het bestuur van ABAP-PL minimaal 7 en maximaal 21 leden kan tellen. Hij zegt dat er nog vele gesprekken zullen volgen om zaken beter op orde te stellen. De positieverdeling binnen ABAP-PL zal nog aan de orde komen, benadrukt.